Zou je dan voor Mvogo kiezen of zou je dan voor Drommel kiezen? Nee, dan zou ik voor Drommel kiezen. Toch wel? Kijk, een wisselkeeper uit Duitsland die heeft geen toekomst hier. Die zit er alleen omdat Smit hier zit. Ja, maar zo'n Drommel, dat is gewoon een eredivisiekeeper. Ja, maar pakt die punten voor je? Dat is de vraag. Nee, dat pakt hij niet. En dat zal hij denk ik nooit gaan doen. Maar het is ook niet zo dat je verschut staat met hem. Je hebt van die keepers, die kunnen er echt niks van. Okay. Maar het is een keeper die geen punten voor je pakt. Maar waarom hebben ze ook allemaal van die Sorbo tuinhandschoenen aan? Weet je wel, van die afwashandschoenen? Wat is dat? Is dat nieuw of zo allemaal? Ja. Maar dat is voor wintervingers natuurlijk. Ja, maar dat is heel. Vind je dat niet gekke handschoenen wat ze aan hebben de laatste tijd? Daar zag ik Stekelenburg ook steeds mee. Ik denk, gaat hij de afwas doen of zo? Een soort Pino. Ja. Pino van Sesamstraat. Ziet er heel gek uit dit. Ja. Ik bedoel, ik zag die. Wat? Pas weer gewoon nog met normale handschoenen. Ik had het helemaal niet gezien. Nee, die hebben echt van die. Ja, dat is de nieuwe trend, hè? Ja. Maar dat is net zoals toen ik voetbalde. Ja. Hadden die keepers allemaal truien met van die dikke dingen. Ja. Voor het vallen en zo. En nu staan ze met korte mouwtjes te keepen. Nee, maar ik heb al vaker gezegd, ze hadden leren veter en zo nog in toch in jouw tijd. Oh, die zitten niet meer in nu, nee, zo veter. Die is er inmiddels uit. Maar heb je dat echt als kind nog meegemaakt, of niet? Dat die hele harde ballen er waren? Of? Ja, zeker. En dat de keepers met blote handen keepten. Vroeger. En met een zonneklep, hè? Zonneklep zo, een ouderwetse... Ja, of een pet. Of een pet. Ja. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.